Deze video demonstreer ik een flexiefliek manipulatie van het linker facet C3-C4. We zetten onze handen meer op het bovenliggende segment voor de harder lock. Dus op dit moment leg ik mijn handen meer op C3. We maken een lateral flexie richting de kant die we willen manipuleren en een rotatie van ons af. Dit is een gecombineerde beweging. Hierbij is mijn linkerhand het meest werkend. Die gaat richting het contralaterale oog. Mijn rechterhand is meewerkend richting torcale 1. De bank staat laag, zodat we snelheid kunnen creëren. Dus nogmaals, het inferieur gedeelte van C3 pakken we voor C3-C4. Maken een lateral flexie naar links. Bewegen met het hoofd mee. Een rotatie van je af. Neem een slack op. Proberen de patiënt te laten ontspannen. Dat kunnen we doen door de patiënt te vragen om een keer in en uit te ademen. En weer uit. En de manipulatie.